sorry hoor dat ik zo laat ben, maar ik ben vannacht begonnen met het herlezen van uw boek en ik kon er niet mee ophouden, dus ik ben door de wekker heen geslapen vanmorgen. Oh, dat geeft niet hoor. Kom maar. Ik moet vanmiddag pas om 1:55 naar het opvangcentrum, dus we hebben alle tijd om even te praten. Gek is dat sinds ik die foto van mezelf achter u in de krant zag staan, probeer ik me te herinneren waar die is genomen, maar het blijft een zwarte vlek. En toch, ik weet wel zeker dat ik een ontmoeting met u onthouden zou hebben. Het is een mooi lijstje. Ja, dat vind ik ook. Ik heb hem eens gevonden in een antiekwinkel. Ja. En toen ik aan het schrijven was, gebruik ik die foto als een soort inspiratie, zeg maar. Voor mij was het eigenlijk de jongen waar het in het boek om ging. Dus de foto die zat al in de lijst? Het is gewoon niet voor te stellen dat mijn boek zo'n succes heeft. Het moet toch fantastisch voor u zijn? Iedere schrijver die wil een bestseller. Wel, maar toch is het, weet je, het is zo persoonlijk dat boek. En dan is het net alsof iedereen alles van je weet, alsof men dwars door je heen kijkt. Maar het boek, dat is toch niet autobiografisch? Weet u, toen ik het voor de eerste keer las, leek het net alsof ik mijn eigen levensverhaal zat te lezen. Ik ben ook een adoptiekind. Ja. En heb je ooit geprobeerd om erachter te komen wie je echte ouders zijn? Ja, ik denk dat ieder adoptiekind dat wel probeert. Ik heb ze nooit gevonden. Tot nu. U heeft hem niet uit de antiekwinkel, hè? Nee. U bent mijn moeder. Ja. Ik ben... Weet je, vanaf het ogenblik dat ik wist dat je nog bestond, hè, heb ik hiervan gedroomd. Sorry hoor. Ik ben heel gelukkig. Het is ook zo gek als je bedenkt dat als ik die foto toen destijds niet in die krant had zien staan, dan hadden we elkaar nooit ontmoet. Nee, en als je eens wist hoe moeilijk het is geweest toen ik eenmaal wist dat je bestond, om niet naar jou toe te gaan. Om niet jouw leven binnen te stappen. En ik, die was al die tijd op zoek naar u. Ironisch ook eigenlijk. En wat gaan we nu doen? Wat bedoel je? Nou, u wilt me toch niet aan iedereen gaan voorstellen als de verloren zoon? Waarom niet? Het is helemaal niet mijn bedoeling om u in verlegenheid te brengen. Ik zou me verschrikkelijk voelen als u uw vrienden zou verliezen door mij. Waarom zou ik ze verliezen? Als mijn vrienden dit niet kunnen accepteren, dan zijn het gewoon mijn vrienden niet. U kunt van hun niet verwachten dat ze niet zullen reageren. Het zal inslaan als een bom. Waarom stelt u me niet gewoon voor als uw neef? Dan hebben ze er de tijd voor om eraan te wennen, ons samen te zien. En nou, dan vertelt u zelf op een geschikt moment de waarheid. Mm-hmm. En er is nog iemand aan wie we moeten denken. Mijn vader. Wilt u me over hem vertellen? Tuurlijk wil ik over hem vertellen. Voor jou wil ik geen geheim hebben. Zo geduldig kan zijn, hè? Dat ik je vanmorgen aan het werk zeg. Ik ben echt trots op je. Oh ja? Ja. Oh, nou, over een minuut is dat voorbij, denk ik. Maar ik sta op het punt om te vluchten. Kom, de auto in. Daarvoor is het nou toch te laat. Waarom ben je hem nou ontlopen? Ik dacht dat je hem zo graag mocht. Ja, dat dacht ik ook. Tot hij besloot mij graag te mogen. Kom. Soms spreken we gewoon niet dezelfde taal. Ik begrijp je gewoon niet. Waarom ben je hem nou niet zien? Ik zal je één voorbeeld geven. Sinds hij in mij een vader of liever een vriend ziet, hoef ik de bekken niet meer te zetten. Ze belt je elke ochtend om. Dag, Dekker. Waar was je nou? Ik heb je heel ochtend gebeld. Ja, wat dacht je? Ik stond onder de douche, jongen. En toen bij de telefoon kwam, was er opgehangen. Maar wel mijn hele vloer kletsnat, hè? Oh, nou ja, oké. Weet je nog dat we het erover gehad hebben? Dat het belangrijk is om een doel voor ogen te hebben in het leven? Mm-hmm. Nou, daar wil ik het met je over hebben, want ik heb mijn doel gevonden. Oh. En? Ik wil maatschappelijk werker worden. Net als jij. Hey, tot ziens, hè? Ja, dag.
één biertje. Dat drinkt u toch altijd? Wat een service. Dankjewel. Graag gedaan. Wat een mooie camera. Ben je geïnteresseerd in fotografie? Nou, ik heb eens een fotograaf ontmoet. Een hele bekende. André Carpentier. Hij heeft me dit gegeven. Een onderscheiding noemde hij het. Maar ja, een echte onderscheiding zoals een Oscar is het natuurlijk niet, of wel? Een onderscheiding? Nee, dat geloof ik niet. Nee. Ik weet iets leuks. Als John er dadelijk komt, dan vraag ik aan een van de meisjes of ze een foto van ons drieën wil maken. Dat is leuk. Ja, dat kan jammer genoeg niet, want er zit geen filmpje in. Nee, ik heb hem net laten nakijken. Ik ga dit weekend kamperen en het leek me leuk om weer wat foto's te maken. Oh, wat leuk. U en John. Ja, ik heb het er nog niet gevraagd, maar ik hoop dat ik hem kan overhalen. Het is lang geleden dat John en ik samen een weekend hebben doorgebracht. 4 jaar en 3 maanden om precies te zijn. En ik heb me toen wat verveeld. Hoe kom je erbij dat ik niet met je mee zou willen? Nou, het zal je misschien verbazen, maar zoiets zou ook leuk kunnen zijn. Dat twijfel ik. Ja, met jou valt niet te praten. Ik vraag me wel eens af waar ik dat aan verdiend heb. Maar ga door. Zeg het maar. Waarom ben jij niet meer zoals Arnie? Laat Arnie erbuiten. Waarom? Je praat toch zo graag over hem? Intelligente Arnie. Een echte Alberts, een doorzetter, of niet? Verspil mijn tijd. Ja, dat klopt. Want je had me al lang geleden afgeschreven en dat weten we allebei. Alleen doe je soms alsof het anders is. Mag ik bij je komen zitten? Ga je gang maar. Arnie, kunnen we praten? Waarover? Alles is toch al gezegd? Ja, daarom juist. Ik ben bang dat ik dingen heb gezegd die ik niet meende. Ik heb heel veel respect voor je. Echt. En ik ben heel erg gesteld op je geraakt. En ik zou graag willen dat we dit kunnen uitspreken. Zodat ik je gewoon les kan blijven geven. Oh. Kan je niet proberen het iets gemakkelijker voor me te maken? Makkelijker maken voor jou? Ja. Ja, lach me maar uit, ja. Nee, ik lach je niet uit. Ik wil gewoon niet dat je je zo rot voelt. Wat maakt jou dat nou uit? Ik zou hier niet zijn als het me niks deed. Ik ga echt niet de hele dag tegen iedereen brullen of ik hou van jou om mezelf belachelijk te maken. Ik meen het toch ook echt? Arnie, ik ben bijna even oud als je moeder. Er kan gewoon niks anders tussen ons zijn behalve vriendschap. Hé, laten we vergeten wat er vanochtend is gebeurd. Oké? Wat een burgerlijk gelul allemaal, zeg. Ja. Nou goed. Er is nooit iets gebeurd. Op 1 voorwaarde. Dat ik van je mag blijven dromen. Ik wist dat ik op je kon rekenen. Hé, ik zie je in de les.